De Sint kwam zoals ieder jaar per stoomboot over zee. De reis verliep wel lekker en de wind zat eindelijk mee. De stoom kwam uit de schoorsteen dus met volle kracht vooruit. Maar toen hoorde men plotseling een ontzettend hard geluid. De motor van de boot is stuk, de stad wordt samen roeien. Ligt het anker, pak een spaan, vergeet ook niet te boeien. De motor van de boot is stuk, waar zijn we aan beland? We roeien en we roeien, het is nog ver naar Nederland. Kluspiet schreeuwde aan de kant, ik heb dit zo gemaakt. Ik repareer die motor zo, zodat niks piept of kraakt. Een paar seconden later vloog hij het ruim weer uit. En toen hoorde men plotseling een ontzettend hard geluid. De motor van de boot is stuk, de stad wordt samen roeien. Ligt het anker, pak een spaan, vergeet ook niet te boeien. De motor van de boot is stuk, waar zijn we aanbeland? We roeien en we roeien, het is nog ver naar Nederland. Iedereen was uitgeput, maar Holland nog ver weg. Girona lag nog in het zicht, de Sint had flinke pech. Sir Piet geeft het nu al op, het maakt hem niet meer uit. Want in de verte hoorde men alweer een hard geluid. Dit keer was het niet het ruim, wist Sint nu te vertellen. Zie hier nu het resultaat van 5 minuten bellen. Troeien is nu wel voorbij, stuur Piet naar het wiel. Ze slepen ons naar Nederland, die Guardia Civil. De motor van de boot is stuk, de stad wordt samen roeien. Ligt het anker, pak een spaan, vergeet ook niet te boeien. De motor van de boot is stuk, waar zijn we aanbeland? We roeien en we roeien, het is nog ver naar Nederland. De motor van de boot is stuk, de stad wordt samen roeien. Ligt het anker, pak een spaan, vergeet ook niet te boeien. De motor van de boot is stuk, waar zijn we aanbeland? We roeien en we roeien, het is nog ver naar Nederland. We roeien en we roeien, het is nog ver naar Nederland. Hey!